Welkom bij deze onthulling, of eigenlijk is het de inwerkingstelling van dit levenslichtmonument. In het bijzonder heet ik welkom de familie van Lily Frans. De burgemeester zal u straks wel duidelijk maken waarom zij vanavond speciale gasten zijn. Mijn naam is Jelle Eipma van de Stichting 4 en 5 Mei in Woerden. We staan hier bij stenen. Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. En we staan hier op deze plek en op dit tijdstip. Ik geef graag zo aan de burgemeester het woord om te vertellen waarom wij nu hier staan. Beste aanwezige leden van familie Lily Frans. 75 jaar geleden leed Nederland aan de hongerwinter. Ook in Woerden werd, te midden van het boerenland om ons heen, honger geleden. Het einde was nabij. Zuid-Nederland was al bevrijd en het Derde Rijk lag op zijn achterste. Maar er was uitzicht op het einde van de oorlog. Voor Nederlanders, voor Woerdenaren, was dat belangrijk. Maar voor bepaalde groepen van de bevolking, Joden, Sinti en Roma, en mensen met een andere geaardheid, homo's, lesbiennes, was de bevrijding nog veel belangrijker. Want zij mochten er van de Duitse bezetter niet meer zijn. Han Gerritsen beschreef in zijn dagboek hoe de familie bij het vertrek naar het station waren gebracht door een aantal Woerdenaren. Zij moesten naar Vught. Dit monument hier in de straat is gebaseerd op een laatste familiefoto van de Isaaks. De oude man, Gerson Isaaks, was naar een bejaardenoord. Hij is door moedige verzetstrijders gered van deportatie en overleefde, net als de hond, de oorlog. Maar David Isaaks, Eliezer Isaaks, Gerson Isaaks, Henriette Isaaks, Mietje Isaaks, Saartje Isaaks en Salomon Isaaks hebben de oorlog, de Duitse vernietigingskampen, niet overleefd. We gaan vanavond naast ons vaste monument een tijdelijk monument in werking stellen. Een levenslichtmonument. Een mobiel lichtkunstwerk van Daan Rozengaarde ter herdenking van de Holocaust. Dit levenslicht schijnt nu in bijna elke gemeente in Nederland waar Joden, Roma en Sinti zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord. We zullen bloemen neerleggen voor Lily Frans, daarmee het lichtmonument in werking stellen. En daarna zijn we een moment stil. We denken aan wat er gebeurd is, maar ook wat wij daar nu nog van kunnen leren. Dit nooit meer. Herdenken is niet alleen stilstaan bij het verleden, het breekt ook de toekomst open. Mag ik me dan verzoeken om 2 minuten stil te zijn? Dit licht blijft schijnen tot 3 februari. Daarna staan we in Woerden nog meerdere malen stil bij de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. We zijn Lily Frans dankbaar. Ze heeft veel geleden. Maar ze heeft ons ook heel veel meegegeven. De koning zei het al en de burgemeester herhaalde het. Dit nooit weer. We staan in een traditie met onze herdenkingen. Traditie is niet het aanbidden van as, maar het doorgeven van het vuur. Ik dank u voor uw aanwezigheid en ik wens u een hele goede avond verder. Thank you.